Mensen horen al jaren niks van jou en je komt opeens op mijn YouTube kanaal. En op een gegeven moment hadden we gevochten op Leidseplein. Ja. Je wilde niet met me praten, ja, je ging gelijk me slaan. Wat lul je nou weer? Maar ja, er komt politie. Toen ik dat hoorde, ben ik weggerend. Ik ben zo hard weggerend voor de politie. Ik ben op vakantie geweest en dan wanneer ik terugkom dan is het wat donkerder. Dan haal ik altijd een donkere foundation. Maar deze zon van Griekenland heeft me extra gepakt of zo. Dus mijn donkere foundation is te licht. Voordat er comments overkomen. En ik heb geen zin om nog een keer 40 euro te betalen. What's going on, people? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien ben ik niet alleen. Ik ben namelijk met de one and only Rachel! Oh my god, dit is zo lang geleden dat wij een video hebben opgenomen. Ja, ik had niet eens verwacht om ooit nog op YouTube te zien. Zoals jullie kunnen zien heb ik vandaag een sushi mukbang voor jullie. Super leuk, super gezellig. We gaan gewoon kletsen. Ik heb geen vragen gesteld via YouTube of Instagram of TikTok of whatever. Vergeet deze video natuurlijk niet alvast te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis en let's go met de sushi. Ik heb trouwens met jou, voor jou besteld. Jij weet wel, jij hebt softshell... whatever. Ja, maar dat ken ik. Ja, maar deze chickie kent gewoon bijna geen sushi. Ik ga kijken, wat had je gestuurd? Ze weet alleen iets over een dragon roll. En that's it. Ja, omdat dat vind ik gewoon spannend. Gewoon... Omdat ze het kent, bestelt ze het alleen maar. Dat is het enige wat ze bestelt. Moet het eigenlijk altijd los? Hm? Dit. Ja. Oké, dan doe ik dat wel gewoon af. Wil je anders ervoor? Maar... Nee, kan het wel. Ja? Ja. Is het zeker? Ja, doe maar, het niet boven gaat sushi, want soms komen de houtsplinten. Ja, maar waarom gaat het niet kapot? Oeh. Oh my god. Wow. Wat? Wow, jij dit van. Weet je zeker dat je geen vork wil? Ik eet het niet met de vork. Oké, girl. Voor de mensen die ons al langer kennen dan vandaag. Alleen de echte OG's, die kennen ons nog van vroeger. Ja. Van ons samen. Dat we altijd gewoon, weet nog dat we blindfolded nog wat gingen eten, ja, gingen testen. En ik ga me gewoon honden voeren. Dat is eigenlijk disrespectful. Ja. Daar moet ik eens over nadenken. Ik ga gewoon klappen. Ja, maar ik gaf je alleen maar lekkere dingen. Chocola en zo. Ja, maar je weet hoe ik ben. En jij gaf me hondenvoer. Ja, when you weak bed. Ik weet niet precies wat voor sushi dit is, maar dit is crunchy nog wat. Met kip ertussen. Proef maar. Kan je met dezelfde skottie? Ja. Oké. Ik eet echt vies. Maar dat is wel. Dan heb je eigenlijk risico. Heb je ooit een mukbang opgenomen? Kapot vaar. Ew. Oh. Nee, echt zo. Ergens hier. Nee, dit is mijn sushi. Dit is niet jouw sushi. Deze wel, oh, dit is de zalm. Op dat proef, daar moet het niet naar gebakken gedaan. Waar heb je nou gespuugd? Het was zo'n rood balletje. Zij heeft nog gezien. Oeh, deze, ik heb je deze afgekocht. Geflambeerde zang. This is the real deal. Je kan het een beetje doen, maar een beetje probeert sushi. Echt, hè? Nee. Jij zei nog... Ik eet nog niet zo lang sushi. Ja. Eigenlijk ging ik met Kelly. Ik had daarvoor wel één ding geproefd bij zo'n... Oh, je kan eat restaurant, omdat mensen me gingen dingen zeggen. Moest je het ook in één keer eten. Ja. En toen wilde ik heel graag echt sushi proberen. Toen ging ik met Kelly. Huh? Was met mij de eerste keer, nee toch? Het is spannend, man. Ja. Echt? Ja. Voelt je heel spannend? Mm-hmm. Zie je, als je het probeert, dan weet je tenminste wat je lekker vindt. Deze chickie, jullie vinden mij een moeilijke eter. Zij is pas echt een moeilijke eter. Echt een moeilijke eter. Luister, de vorige keer dat je een hapje van mijn barren nam, had je me 2 dagen later gered. Ik heb corona. Ik heb gelukkig geen corona daardoor gecatcht. Maar ik was zo bang dat ik corona had door jou. Weet je, zalm is wel heel anders dan die avocado die jij hebt. Hè? Ja, maar ik vond het wel lekker. Ja? Mm-hmm. Zie je, dus je lust niet alleen dragon roll. Mm. En deze is ook lekker, toch? Deze kip. Mm-hmm. Maar, wat ik moet zeggen. Ik vind het zo. Echt niet eens zo spannend. Oh, nee, kijk, doe normaal. Elke keer dat ik ergens anders die dragon roll had, vond ik het lekkerder dan bij Siso. Weet je nog, een van de eerste video's die we op mijn kanaal gemaakt over dat je niet zwanger moet zijn of zo. De dingen die je niet moet doen als je zwanger bent. Nou, dat is wel lelijk. Ik had het laatst had ik hem volgens mij wel even op mijn verhaal gezet. Op mijn Instagram verhaal. Oh my god. Hoe kwam je ook bij dat idee eigenlijk?
Ik had het van JC Kalen toen die tijd. Die tijd waren hun ogen echt gewoon de shit. O2L. Ik had toen dat idee van hun gepakt. Ik heb gewoon helemaal geen YouTube meer kijken. Ik kijk ook bijna geen YouTube meer. Echt erg. Maar ik gebruik YouTube alleen voor true crime video's. Ja, dat vind ik ook leuk om te zien. Ja, maar ik weet, ik hou het gewoon niet meer vol. Ik kan klikken op een video. TikTok vind ik en na één minuut, ja, en na één minuut heb ik gewoon gehad. Maar zelfs TikTok zit ik niet op. Echt? Mhm. Maar voor YouTube op mijn telefoon, het is alleen maar Nederlands. Dus. Nee, ik heb wel een beetje Amerikaanse tussen. Wat is dat? Zeewier. Nee, dat is sla of zo. Wat is zeewier? Wat wil je nou weer? Het is sla. Wat is zeewier? Het is sla van zeewier. Ik zie het gewoon niet voor. Dit is geen zeewier. Dit is gewoon. Dit is voor de sier. Eten, dan ga je zien. Nee. Ja, sier, dan is het nee. Ik heb gewoon gelijk. Mag ik nog een salami? Zalmi? Welke zalmi? Deze. Ja, pak maar. Ik moest toch toch wel erbij. Nee, pak deze. Deze heb je volgens mij al gespuurd. Loop weg. Hé. Hey. Jij gaat die straks eten, hè? Jij zou ook niet iets eten waar ik op heb gespuurd. Dat doet me echt niet. Dat zeg je nu. Nee. Dat jij, echt... jou kennende? Nee. Wel hoor. Mm-mm. Wel hoor. Mm-mm. Wacht, boeren. Maro! Hé, hey, ga niet praten met je broertje. Even zien. Maro! Je vader negatief, positief. Je vader was negatief. Oh. Maar. En hij, hij is nu op vakantie. Ja, maar. En hij is al beter. Dus hij was positief, dat bedoel je? Ja, hij was. En je hebt weer gespuugd. Nee! Nee, kijk, dit keer heb je wel echt gespuugd. Nee! Nee, kijk, ik ga mijn sushi ga ik hier zetten. Want je spuugt de hele tijd op mijn eten. Dat is een ongeluk! Jij mag die twee hebben. Oké, luister nou. Ik wil ook eentje van jou pakken trouwens. Pak maar. Hoe heet het? Ik ga deze bij mij. Dus hij was positief. Als je corona hebt, ben je positief getest. Maar hij heeft geen corona. Oh. Oh. Ja. Mensen horen al jaren niks van jou en je komt opeens op mijn YouTube kanaal. Besef je dat? Oh my god. Yeah, when you wig nee, bad. Dat kwam omdat wij waren gewoon niet meer, we hadden geen contact meer op een gegeven moment. Ja. Ja. Wij hadden elkaar nog wel op Snap en zo, maar sinds jij bent verhuisd. Ja. Hebben we geen contact. Want eerst woonde ze gewoon letterlijk nou, hier gewoon om de hoek. Ik kon gewoon er naartoe lopen. Maar nu? Ja, ik zat fucking lang in die Uber. Dat is echt niet normaal. Ja. Ik heb dacht, hoe lang duurt deze rit nog? Ja, maar mis je deze buurt niet? Ik eerst wel heel erg. Maar nu? Nu vind je het wel oké. Okay. Volgens mij vind ik jouw plek vind ik juist wel heel goed gelegen qua met het OV en zo. Ja, nou hoe? Wat heb je daaraan? Dat is toch handig? Nee. Vooral omdat ik toch een auto heb. Ja, dus? Is toch wel handig? Toch pak ik altijd Uber, dus. Eet je gewoon oude uitjes. Ja, love it. Godverdamme. Jij eet het ook altijd zo met je zoute soep. Ja, maar daar zit er toch in soep? Ja, maar daar zit er toch ook de bovenkant, is toch ook gekant? Nee, maar het is zacht door de soep. Je duwt het erin. Dat gebeurt automatisch. Nee, als je het aan de bovenkant, als je hem gewoon goed vult, dan blijft die bovenkant meestal een beetje hard. Ja, want je gaat er helemaal met je lepel er doorheen. Wat zit je nou de hele tijd te zeiken? Huh? Ja, lekker hè nu. Huh? Gaan we vechten? Kom dan. Oh, daar gaan we weer, jongens. Oh my god, we hebben gevochten. We hebben dus gevochten. Oh my god, bro, als er ooit boxing YouTuber is, moeten wij tegen elkaar. Nee, jij bent veel te lang. Dus? Het gaat ook om lengte. Nee, het gaat meestal om gewicht. Het gaat toch ook om lengte? Voor mij altijd gewicht. Laat het weten in de comments. We waren dus gevochten. Weten mensen hiervan? Ja, we toch? Een video van. Ja, we hadden toen een storytime over gemaakt. Ja, die was volgens mij best wel goed bekeken, toch? Nee. Ik kreeg gewoon altijd veel, maar gewoon altijd boven de 10.000-20.000. Maar ik zeg je eerlijk, toen naar tijd was YouTube veel leuker en ja, de views waren echt veel makkelijker te halen. Nu is echt alleen maar TikTok. Ja. Ja, ik zie nog wel een paar Amerikaanse YouTubers die gewoon nog steeds veel views pakken en ik denk van oké, hoe? Ja, die Amerikaanse vooral. Maar vooral Nederlands, like... Zo heb je een bepaalde piek die je hebt bereikt als je Nederlands bent. Waar je moeilijk overheen komt. Een bepaald aantal abonnees. Iedereen heeft wel dat... Ik snap namelijk ook... Ja, sommige zijn echt maar... Op een handje kan je tellen die een miljoen hebben. Daar ga ik even nadenken. Ik heb dan maar drie vriendinnen die soms echt op mijn nerves werken. Zijn ze er één van? Niet nu meer, maar vroeger. En toen bedacht ik me, het zijn alle drie Scorpio's. Ze zijn ook alle drie in dezelfde week. Ze zijn alle drie in dezelfde week. Ja, in dezelfde fucking week. En ik ben er bezig van, ook echt verschrikkelijk. Dus die twee bij elkaar, no man. Dat is echt nu pas snap ik het. Maar wij kennen elkaar al zo lang, we zijn onafscheidelijk. Ja, wij waren al...
Want mensen dachten wat een relatie. Ja. Maar jouw moeder noemde ons ook altijd een getrouwd stel. Ja. Maar dan word je ouder. En dan nu merk ik vooral dat als ik bijvoorbeeld met jou afspreek, dat kan nooit. Want of jij werkt, ik werk. Ik ben maar 2 dagen vrij. Hoe moet je echt wordt, twee weken vroeger, vroeger ging ik gewoon aanbellen. Ja. Gewoon random. Gewoon, hé, kom je naar buiten? Ja. Okay. Maar we hebben elkaar leren kennen op de schaatsbaan hier op de sloot. Schaatsbaan. Maar we kennen elkaar eigenlijk al. Maar ja, plek. Maar we kennen elkaar niet echt. Ik kon je niet meer herinneren. Nou, precies, ja, we hebben een vriendenboekje. Stort je in mijn vriendenboekje? Ja, dat zei jij. Oh, volgens mij wel, ja. Ja. Dus zij stond in mijn vriendenboekje van vroeger. Terwijl later herkende ik haar gewoon niet meer. Maar we zaten dus bij elkaar op de crash. En we kenden elkaar dus al. We waren al vrienden. Alleen op een gegeven moment is dat gewoon. We hebben echt een beetje ruzie hadden toen. Denk het niet. Ik denk dat we toen nog heel jong waren, maar later. Maar sowieso, nu hebben we eigenlijk nooit meer ruzie. Nee. Nee, maar we zijn gewoon oud. Niemand heeft daar tijd voor. Het is vermoeiend ook. Ik was ook altijd om domme dingen. Dan was bijvoorbeeld jij geïnteresseerd om hoe bijvoorbeeld ik iets zei op WhatsApp. Op ja, het ging gewoon om WhatsApp. Dat echt zulke dingen waren. Ja. Nu ben je echt te oud daarvoor. Ja. Ik weet nog dat er iets was. Dat je zo boos was, je stond hier op een gegeven moment voor de deur. En toen zei je, ja, ik heb van gehoord dat je dit en dat zei. En toen had ik het helemaal niet gezegd. En toen had je het helemaal... Ik weet dat niet eens meer, hè? Ik weet dat nog wel. Jij onthoudt soms echt meer dan ik. Nee, maar jij dacht dat ik iets over jou had gezegd bij iemand. En toen was je boos, stond je voor mijn deur. Want je wilde ruzie maken daarom. En toen zei ik van, nee, ik heb het helemaal niet gezegd of zo. En toen zei jij van, jawel, je hebt het wel gezegd. En toen, ik had het echt niet gezegd, hè? Ik had echt helemaal niet. Je stond zomaar hier voor mijn deur te schreeuwen toen. Ja, je bent maar heel wat. Nee, dat is echt zo. Nee, ik ben echt... kan je me niet herinneren? Ja, natuurlijk. Ik heb wel vaak voor je deur staan, maar ik weet niet meer waarom. En op een gegeven moment hadden we gevochten op Leidseplein. Ja. En toen kwam de politie en toen moest ik pokkenhard wegrennen. Ja, je was echt gemeen. De beste vriendin opwachten. Nee, want ik wilde met je praten. Jij ging naar de Apple Store of zo. En ik wilde met je praten, maar met ik wilde... Met me praten, hè? Ja, of met... Nee. Je wilde niet met me praten. Ja, je ging gelijk me slaan. Wat lul je nou weer? We gingen praten en toen deed jij zo. En jij was lang, weet je nog. Dus jij deed zo bij mij. Ja, maar ik ben altijd met mijn handen. Ze keek van bovenaf en ze deed zo. Ja, ze moest helemaal van 1 meter van de grond kijken. Raar zaak. Ze deed bijna de handen zo in mijn gezicht. En ik kon daar niet tegen. Dus op een gegeven moment gingen we vechten daar op Leidseplein. Het was nog voor die wafelkraam of zo. Of die snackbar. Weet niet, man. Ik weet nog precies waar. En toen kwam iedereen ging kijken, iedereen ging foto's maken, filmpjes maken en zei, ja joh, ik hoorde die als een kaart gillen en zo schreeuwen. Op een gegeven moment ik hoorde zo van, ja, er komt politie. Toen ik dat hoorde, ben ik weggerend. Ik ben zo hard weggerend voor de politie. Ik was bang, hè. Wie kan ons nog herinneren? Dat vraag ik me wel echt af. Jij hebt ook echt veel nieuwe abonnees. Ja, ik heb echt heel veel, maar ook heel veel jonge kinderen. En die hebben me sowieso niet gecheckt toen ze super jong waren. Dit was er weer voor deze video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker dit even te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En als je nagels wilt doen, meer fout. Dan kan je natuurlijk bij Rachel Catroy terecht. Ik hoop jullie in ieder geval snel weer te zien met een gloednieuwe video. Doei!